Stichting Father Mother Figure Suriname is in 2012 opgericht door Henk Redmond, omdat hij heeft gezien wat het betekent om een vaderfiguur te missen. Afgekort als FMF, die coacht schoolgaande jongeren tussen 8 en 18 jaar. In dit verband heeft de stichting een bijeenkomst georganiseerd op woensdag 6 maart 2019 met als thema Waar moet aan voldaan worden om een goed rolmodel te worden en te zijn? Het is ontstaan vanuit de behoefte om rolmodellen in te zetten. Dat zijn mensen die iets bereikt hebben in de samenleving, in positieve zin. Om terug te geven aan de jonge generatie. Dus mensen in de samenleving die een baan hebben, ja, die een bepaalde drive hebben en jongeren kunnen inspireren. Die melden zich aan bij Father Mother Figure en die worden coach. Ja, ze worden getraind, ze worden gescreend en worden ingezet 1 à 2 uur per week. Want de kinderen die moeten namelijk kunnen opkijken naar de oudere generatie en kunnen leren van de oudere generatie. Zodat ze de fouten die wij gemaakt hebben niet meer maken en dat we een betere samenleving krijgen op termijn. Het doel van de bijeenkomst was om de methodiek van de organisatie uit te leggen. FMF heeft aan het publiek uitgelegd hoe ze coachen en wat de prestaties van het afgelopen jaar zijn geweest. Ik ben vandaag hier om ik wil iets leren, omdat ik in de maatschappij iets wil worden. Ik wil missen worden van de kleuterklas en ik wil die kinderen ook leren om goed te zijn in het leven. Om, je moet niet bang zijn wat je wil worden. Die coach, die me nou, hoe zeg je het weer, hij begeleidt me nu om iets goed te worden in de maatschappij. Mijn prestatie lukt, mijn gedrag. Wat was het met je gedrag dan? Koppigheid, juist. Dus alle kinderen hebben wel een beetje koppigheid. Dus. En ik hield van vechten. Vechten. Niet zo erg meer. Ik ben een beetje rustig geworden, kan je zeggen. En de vertrouwenspersoon heeft wekelijks contact met de coach. Eigenlijk rapporteert de coach aan de vertrouwenspersoon hoe het gesprek gegaan is, wat de vorderingen zijn, wat de uitdagingen zijn, noem maar op. En het wordt schriftelijk gedaan. En heel vaak wordt daar schriftelijk op teruggereageerd door de vertrouwenspersoon. Maar er is natuurlijk ook telefonisch contact. Er zijn gesprekken, er is 1-op-1 contact, hè, gewoon ontmoetingen. Waarin de vertrouwenspersoon probeert om de coach te helpen in het traject van coachen. Het deelnemen als vertrouwenspersoon binnen Father Mother Figure leert mij een aantal dingen die ik nog beter kan ontwikkelen. En geduld, in elke situatie een oplossing zien, dus een mogelijkheid zien. En niet denken dat dit het einde is, maar altijd een vervolg kunnen vinden. Dus het maakt me flexibel, het rekt me en dat vind ik fijn. Het is leuk als je merkt dat je verschil kan maken bij kinderen. Dat is leuk. Dat is waarvoor je het ook doet voor het kind. En om zelf daar inspiratie uit te putten. En zeg maar een casus waar een kind in een tweetalige omgeving is omgegroeid. Of in een anderstalige omgeving. En met een bepaalde taalachterstand. Zeg maar eigenlijk niks mis met intelligentie. Als je daar dan als coach tussenkomt en probeert en de dingen eigenlijk in rustig uitleg, dan kan je eigenlijk een bepaald verschil maken. Want als een kind de leraar niet kan volgen, wil niet zeggen dat het kind niet kan leren. Maar een leraar heeft niet de ruimte om rustig door stof te gaan, omdat het kind het niet verstaat. Kijk, als jij een woord van mij niet verstaat, omdat ik ineens in een andere taal praat, dan kan je mijn verhaal niet meer volgen. Als een leraar hetzelfde doet, of een kind eigenlijk een woord of iets in een uitleg niet begrijpt, dan gaat dat ook fout. En dan is een kind zo'n verhaal kwijt. Dus eigenlijk als coach kan je dan die brug maken tussen van wat het kind had moeten leren en het rustig uitleggen. Bij de leerling waarmee ik bezig ben geweest, moest ik ook teruggaan naar
om hiaten te gaan zoeken. Hiaten is eigenlijk dingen die hij had moeten weten, maar nog niet wist omdat hij ze niet had begrepen. En nu hij ze heeft begrepen, krijgt hij goede cijfers. Ik ben vanavond hier gekomen omdat ik student ben van de AHKCO. En mijn doelgroep is jongeren. Ook ben ik jeugdwerker binnen de gemeente waar ik deelneem. En ik wil meer informatie hebben hoe om te gaan met jongeren. Hoe het is, hoe het aanvoelt om jongeren te coachen. Wat ik allemaal daaruit kan leren. Dus mensen konden echt met elkaar in gesprek, ja, dialogen aangaan om te horen van elkaar. De ervaringen aangaande opvoeden, ja, de ervaringen aangaande het leren, ja, de ervaringen aangaande de balans tussen werk en privé. Ja, de ervaringen aangaande hoe kan ik een goed rolmodel zijn in Suriname. Het thema van de bijeenkomst was waar moet aan voldaan worden om een goed rolmodel te worden en te zijn. Volgens mij is een rolmodel iemand die zichzelf durft te zijn. In zijn sterkten, in zijn zwakten, maar ook integer is. Want kijk, als ik me als een rolmodel zou voordoen of iemand anders een rolmodel en alleen maar het mooie van mezelf zou laten zien, dan zou een ander wellicht denken, ach, die heeft het makkelijk, die heeft nooit problemen, dit en dat. En dat is niet waar. We hebben allemaal onze problemen, hè? Allemaal onze uitdagingen, de ene wat groter dan de andere. Dus daarom denk ik ook dat een rolmodel ook zijn zwakte mag laten zien, ook zijn twijfels mag laten zien, het ook mag delen. Hè? Maar het allerbelangrijkste, denk ik, is dat een rolmodel integer is. En dat een rolmodel een ander in zijn waarde laat. En probeert het beste uit de anderen te halen en dat voor te leven. Nou, een goed rolmodel is inderdaad iemand die in staat is om anderen te inspireren. In positieve zin. Iemand die inderdaad iets bereikt heeft in de samenleving. Dus iemand die inderdaad bepaalde kwaliteiten heeft. Je kan denken aan nederigheid. Dus iemand die inderdaad barmhartig is. Ja, goed is voor anderen. Iemand die zaait in anderen, dat kan zijn liefde, ja, dat kan zijn geld, ja, of producten, zaait in anderen. Iemand die geloof heeft in anderen. Ja, iemand die in staat is om een ander een doel te laten bereiken in positieve zin. En dat soort mensen zijn nodig in Suriname, omdat we eigenlijk het land vooruit willen brengen, ja, op grote schaal. Dus hoe meer rolmodellen er zijn en opstaan en worden gecoacht, ja, worden getraind, ja, des te beter voor de toekomst van het land. Een rolmodel is een persoon waarnaar iemand kan opkijken om de sporen van de persoon als het ware te volgen. Een persoon, ja, naar wie ik kan zeggen van hey, ik wil als de persoon zijn en dat is mijn doel. Ik wil jongeren coachen en ik wil ook dat jongeren mij zien als een rolmodel. Stichting Father Mother Figure heeft een aantal workshops gepland dit jaar voor ouders, leerkrachten en jongeren over onder andere normen en waarden en hoe om te gaan met je tijd en geld. De Stichting Pluimvee Kwekers Collectief Suriname, Stichting PKS, heeft in samenwerking met het districtscommissariaat Wanica Zuidoost een basiscursus slachtkippen kweken verzorgd. Deze cursus is de eerste stap in verantwoord en duurzaam ondernemen in de slachtkippenkwekerij. Nou, deze cursus is in eerste instantie heel leerrijk. De eerste dag was heel veel informatie. We hebben 6 dagen, cursusdagen. Dus ik neem aan dat ik heel veel informatie zal opdoen. Vooral hoe ik al kweek, dan neem ik alle informatie mee om verder te gaan. Kweken lijkt makkelijk, maar het is toch, nu ik die training heb gevolgd, is het toch wel niet wat ik had gedacht. Het is eigenlijk meer om mezelf te scholen, om meer te weten over hoe je moet kweken. Dit is een cadeau voor mij. Dus ik ben eigenlijk een bouwvakker en ik heb mijn werk goed gedaan en de eigenaar van wat ik moet deze cursus doen. Dat heeft gezegd van hij gaat voor mij betalen, dus ik moet het graag komen doen. Yeah. Eigenlijk wereldwijd is het een heel belangrijke sector die groeit. De bevolking groeit en kip is een heel belangrijke eiwitbron. U weet, het is niet alleen maar voor lekker eten, maar het is ook voor de gezondheid van de mens. Daar zitten de belangrijke eiwitten in. En in Suriname halen we de meeste eiwitten uit kip. Gisteren vroeg ik nog, en wanneer heeft u voor het laatst kip gegeten? Eet u eens in de maand of eens in de 2 maanden een kip? Nee.
iedere dag bijna. Suriname eet heel veel kip. En dan moet je er wel van uitgaan dat je zeker moet zijn dat je gezonde kip eet. Het begint met een 6-daagse cursus. Daarna bijna een jaar begeleiding in het bouwen en het opzetten van de onderneming, dus de locatie. Het trainen van de mensen op in het tweekprotocol van 40 dagen. Het leren van de mensen hoe je eigenlijk als slachtofferkweker je moet opstellen. Het leren wat er op de markt gebeurt. En uiteindelijk verkopen ze allemaal hun slachtkippen aan de stichting. En dan kunnen ze weer beginnen met inzetten. Dus wat wij maken zijn specialisten in slachtkippenkweken. Het gaat om kweken. En ik kweek al in eerste instantie. En ik ben hier natuurlijk om meer informatie, vooral praktische informatie. En dat zal ik toepassen in hoeverre dat mogelijk is natuurlijk. Ik ben bezig om te kijken in hoeverre ik kan uitbreiden. Dus die informatie is natuurlijk heel belangrijk. Ja, op grote schaal nog geen plannen. Misschien later, ik weet niet. Dat loopt van de budget en terrein. Al dat soort dingen kosten geld. Dus ik kijk nog. Die kippen, als ze slagklaar zijn na 6-7 weken, ik kweek ze wel ietsje langer, worden ze naar de slachterij gebracht. En natuurlijk heb ik van tevoren al klanten die de bestelling hebben geplaatst. En op maat worden ze dan geleverd. Sommige mensen willen gehele kippen, sommige mensen willen alleen boter, alleen borst. Dus het hangt er geen af vanaf wat men wil. De stichting houdt zich niet alleen bezig met het geven van de cursus, maar zij begeleiden de kwekers ook in het hele proces. De cursus is eigenlijk ik noem het een engagement. Je raakt een beetje in die kippenwereld bekend op een holistische manier. Dus we laten je zien waar kippen in het groot, grof mee te maken hebben. Waar moet je aan denken, aan welke dingen? Als dat achter de rug is, krijg je een certificaat, dan ben je gecertificeerd in de cursus. Maar dan ben je nog geen slachtkippenkweker. Dan mag je je melden bij de stichting. En dan komt het. Dan gaat de stichting je opnemen. Er is een speciaal bureau voor, bureau kwekers. En die begint met de begeleiding. Het begint met een interview, een bezoek aan je kweeklocatie door de stichting. We hebben coaches. We hebben pluimveecoaches, we hebben bouwcoaches, we hebben businesscoaches. Allemaal vrijwilligers die ooit die training hebben gevolgd of die het leuk vinden. En die helpen voor niks. En dan gaan we de mensen uitleggen. Dus we hebben het geluk dat mensen met veel expertise ons helpen. Ik ga u wel zeggen, u kan niet alleen beginnen. Er is zoveel wat u moet weten. Wij zeggen altijd, er zijn 800 onderdeeltjes. Als je één mist, gaat het mis. Dus wij leren ze al die onderdeeltjes. En we letten op dat ze het in place hebben. En pas als ze het in place hebben, dan mogen ze de kuikens, de levende haven, naar binnen halen. En dan is het een fluitje van een cent. Maar die voorbereiding, het plan maken en het voorbereiden dat alles in place is, dan pas mag je kweken. En veel Surinamers hebben geen geduld. Je weet, we horen ervan van, morgen moet ik kippen hebben van 3 kilo en zo. Zo is Suriname. Daar kunnen we niks aan doen. Wij houden daar een rem op. Wij zeggen, dat kan niet meer. Met slachtkippen kweken moet je je houden aan discipline en dat is een plan maken. En pas als je plan goed bevonden is, mag je hem gaan uitvoeren en dan heb je 100% winst. De stichting Pluimvee Kwekers Collectief Suriname zet zich in om alle barrières weg te werken die kwekers van slachtkippen ondervinden bij het kweken in Suriname. Deze cursus wordt in diverse districten verzorgd.